Job Bouts Award is ons volgende programma-onderdeel. Alweer sinds 2002 wordt deze prijs voor het award, bestond toen dus kennelijk ook al, uitgereikt tijdens het congres. De winnaar krijgt een interessante cheque en levenslang roet in de branche natuurlijk, want op de Job Bouts Award, de JBISA website, blijf je, zolang die website in de lucht is, vernoemd als winnaar. En dat lijkt me toch wel het belangrijkste doel. We doen dit zo elk jaar. Elk van de kandidaten heeft een paar minuten de tijd om een soort elevator pitch, nou, iets meer dan dat, ten beste te brengen en uit te leggen waarom zijn scriptie de beste is. En aan het eind gaat Pieter van Dijk, die gaat eerst toelichten wat er allemaal gebeurd is, gaat vervolgens wat uit het juryrapport voordragen en dan vindt daarna de onthulling van de winnaar en de prijsuitreiking plaats. Dus eerst drie korte presentaties. Mag ik de heren Schienagel en Schoon hier uitnodigen om als eerste dat hun verhaal te doen? Goedenavond, mijn naam is Sergio Schoon. Ik ben verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En ik zal vandaag samen met mijn collega Stef Schienagel een korte presentatie geven over onze scriptie. De Nederlandse overheid verandert steeds meer van een fysieke overheid in een digitale overheid. Burgers en bedrijven moeten vanaf 2017 volledig in staat zijn om hun zaken met de overheid op digitale wijze af te kunnen handelen. Maar dit alles heeft een keerzijde. Want doordat er steeds meer informatie digitaal wordt opgeslagen, gekoppeld en wordt gedeeld, maakt dit ons allemaal kwetsbaarder voor cyberaanvallen. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft dan ook gesignaleerd dat cyberaanvallen toenemen in volume, complexiteit en impact. En als we kijken naar Nederland en dan met name naar de Nederlandse vitale infrastructuur, dan zien wij dat deze grotendeels wordt bediend middels SCADA-computer. Dan heb ik perfect getimed. En in het kader van de SCADA-computers liggen mijn grootste zorgen, omdat daar de kwetsbaarheid ligt dat kwaadwillende actoren deze dus kunnen compromitteren. En wat kan er gebeuren als onze SCADA-computers in handen vallen van kwaadwillende actoren? Deze plaat laat het zien. Allereerst is het een angstaanjagende plaat, maar desalniettemin een zeer realistische plaat. Want dit kan er gebeuren als onze SCADA-computers in handen vallen van kwaadwillende actoren. En de volgende logische vraag is dan natuurlijk, hoe wapenen wij ons hier tegen? Nou, vele slimme hoofden hebben zich in het verleden gebogen over dit vraagstuk. En als reactie op het aantal cyberaanvallen schieten security operation centers als paddenstoelen uit de grond. Duidelijk. De term Security Operations Center is binnen de overheid inmiddels verheven tot een modewoord. Het wordt gezien als haarlemmerolie, een wondermiddel dat de ultieme oplossing moet bieden tegen cyberaanvallen. Maar is dit terecht? De term Security Operations Center is relatief nieuw en staat nog in de kinderschoenen. En dit komt de effectiviteit van de Security Operations Centers in het geheel niet altijd ten goede. Wat is een Security Operations Center? Zoals ik in het begin al aangaf, hebben mijn collega Stef Schienagel en ik zelf anderhalf jaar onderzoek verricht naar modelvorming in het kader van Security Operations Center. En we zijn gekomen tot de volgende definitie. Omwille van de tijd zal ik deze niet doorlezen, maar in de essentie komt het erop neer dat het om mensenwerk gaat. En dat zien we ook in deze plaat. Dit is een voorbeeld van hoe een SOC er in de praktijk kan uitkomen te zien. En in de essentie draait het erom dat je de juiste mensen met de juiste competenties, ondersteund door de juiste technische tools, bij elkaar weet te vinden. En dat is dan de basis voor het hebben van een effectief SOC. Nou, Stef, bij deze aan jou het woord. Ja, dankjewel, Kiet. Pas dat ik even mag. Ik kom hier in de foto inderdaad naar voren. Ik heb ook een tijdje meegewerkt aan het bouwen van een SOC. Maar ik wil eerst eigenlijk naar deze plaat gaan. Want we hebben ons eigenlijk gedurende het hele onderzoek afgevraagd van, ja, wat is nou eigenlijk de waarde? Paddenstoelen uit de grond, waarom komen die nou eigenlijk? Wat zijn nou eigenlijk de beschermde belangen van de organisatie? Nou, hebben we de groene pijl, die staat voor ons centraal. En de groene pijl die staat eigenlijk de waarde uit van de gebruikersorganisatie. Nou, dan zie je even de waarde van de financieel, privacygevoelige, vertrouwelijke informatie. Maar tegenwoordig ook, het is al iets van sterker naar voren gekomen, de Internet of Things. Meer objecten op het internet dan mensen. En dat is gewoon ook een groot risico. Die waarde die vertaalt zich uiteindelijk in de data. Je hebt een stuk voorbereidingsproces en natuurlijk de infrastructuur. En voor ons was dit even een simpel plaatje om iedere keer in het achterhoofd te houden. Maar wij hebben het eigenlijk over.
Daarvoor hebben we een soort set van maatregelen bedacht. Van wat zijn de aandachtsgebieden voor een SOC om mogelijk op te letten? Dan kwamen eigenlijk op drie grote hoofdgebieden. Zeg maar security by design, een stuk monitoring en zeg maar de schadebeperking. En dan heb je dus een set van preventieve, detectieve en correctieve maatregelen. Dat hebben we geplot in een meetmodelletje. Het meetmodel zal ik even heel snel doorheen gaan. Maar het is even een stukje verschijningsvorm die we eigenlijk hebben gezien. We hebben 10 SOCs gemeten binnen de Rijksoverheid. Die informatie is kort zeg maar gezien als een soort van staatsgeheim. Ik wil niet graag iedereen over praten. Wij hebben 4 verschijningsvormen gedefinieerd. Een lijnsok die u net zag. Een intelligent SOC, heel erg sterk aan de businesskant georiënteerd. Een technisch SOC, heel erg sterk vanuit de techniek georiënteerd. Maar vergeet daar ook vaak zeg maar het management commitment een beetje mee te nemen. Ja, en SOC zonder management commitment is ook gewoon een soort van falende trein, als ik het maar moet zeggen. En we zijn ook volwassen SOCs tegengekomen. En hierbij zie je dat een SOC vaak al lang operationeel is, meer dan 10 jaar. En eigenlijk alle aandachtspunten zoals wij ze bedacht al hadden gedefinieerd. Op dit moment moesten we even stoppen, want we hadden zoveel assen gedefinieerd, we werden eigenlijk helemaal niet concreet op dit onderwerp. We hebben onze scriptie bijna verscheurd en zijn we opnieuw gaan opbouwen. En toen hebben we eigenlijk ons basismodel bedacht. Het bestaat enerzijds uit de intelligence functie. Dus hoe kunnen we al die dreigingen die op ons afkomen vertalen naar zeg maar, interessante waarden naar onze organisatie. De baseline security functie, dus compliance scans en vulnerability scans. We hebben een monitoring functie. En dit is echt de grootste uitdaging van de SOCs vandaag de dag. Hoe zorg je ervoor dat die 100 gig of meer per dag eigenlijk wordt gefilterd naar 4 of 5 alerts die voor je analisten helemaal bruikbaar zijn. We hebben een pentest functie, natuurlijk zowel de productie als het voorbereidingsproces en de forensische functie. Dit is voor ons de kernwaarde van een SOC, maar een SOC staat absoluut niet alleen. We hebben natuurlijk altijd een paraplu erboven, met enerzijds een stuk beleid en anderzijds het secure service development proces. Even zeg maar afsluitend. We hebben al die dreigingen op ons af zien komen. Het gaat er de hele dag over verschillende actoren, verschillende dreigingen. Maar onze boodschap eigenlijk, van als we maar goed die groene pijl in de gaten houden en echt goed weten per organisatie wat die waarde is, het liefst op het deelprocesniveau, ja, dan kunnen we ons best wel goed beschermen tegen al deze dreigingen. Daarmee is ons verhaal klaar. De volgende spreker, Ricardo Porto Lamiotti. Well, it's a big audience. I usually use 2-3 professor and a bunch of classmates. So hello everybody. My name is Ricardo Porto Lamiotti. I'm currently doing the PhD at the University of Twente, and I'm here to present my master thesis entitled Command and Control Botnet Detection over SSL. And I did this project at Security Ventures, and it was supervised by Damiano Pozzo. This is the agenda of today. I will give you a description of the problem very shortly and about our methodology. And then I will focus more on the results and the conclusions of our work. So, cybercrime is a hot topic nowadays, and botnets, as all we know, are playing a big role into cybercrime. So, at first, before starting our project, the first thing that we did was studying the literature and see what was out there. And what we saw is that criminals has a lot of fantasy in applying technologies to their infrastructures. Here we have just some mentioned, so they started with IRC, they moved to HTTP, they go to DNS, private encryption schemes, etc., like also stenography, SMS-based. They have a lot of fantasy. And in all the cases, more or less, researchers were able to find detection methods for such threats. But what we have seen, it was like that nothing was out there about SSL. So we didn't know if cybercriminals was using botnets based on SSL, because nothing was on the news. And on research also, there were nothing out there about intrusion detections on botnet based on SSL. So, how we did face the problem? Actually, we didn't have any malware samples, we didn't have any pickups to work on. So we thought, well, let's try to think that it's out there and try to prevent it. So we used two main approaches.
in our solution, we thought first how to exploit the characteristic of SSL in order to see detect possible misbehaviors from the protocol and from its specifications. And then we tried the evil approach and think about as an attacker and see, okay, how can we build our botnet exploiting the SSL features? So based on that, we listed a couple of features and that we validated afterwards during the experiment. Another important thing is the assumption made on this work. So the first assumption is that the encrypted part of the protocol was not couldn't be analyzed for capability reasons, because it's a master thesis project, so university resources, and also for privacy concerns, since the data was actually student data or from the network of the university. The second assumption is we thought that perhaps applications running on the background do not do all the properly checks that are done by the application that interface with the browser, because usually the browser makes a lot of SSL verification, they made it for you, but what about applications on the background and usually malware don't interface themselves through the browser? So what we found, let's talk a bit about the results. We found a potential botnet, because we strongly believe it's a botnet. We cannot guarantee 100%. So what we have found is 34 connections captured from May to July, not in a continuous way due to limited resources. And 14 of them were in different countries. So over 14 different countries, sorry. So what's nice about this connection is that there was a client inside the network that was connecting to those servers, and all those servers were authenticating themselves with an Amazon certificate expiry. So here it comes a bit suspicious, because I don't think Amazon has servers in Romania, Poland, and whatsoever around all the Europe. Mostly, 10 of those IPs were identified as malicious by ThreatStop, which, so we know, it's a professional service that cares about botnet also. So this is quite suspicious. This is actually from Amazon. It is a server of Amazon itself. And here in the picture you can see on blue the detected IP by ThreatStop and the red that are not detected by ThreatStop, but they have the same characteristic. Moreover, it was nice to see that after the detection, we could assess to the service 443 on that server. But if we would try like 2 weeks later or 1 month later, that was not possible anymore. And this is a symptom of a botnet, usually the short lifetime of their servers, because they change user. We give also all the details to Amazon that investigated the 99. That's another thing. Other results? Because that was not the only one, of course. So we detected around 5,000 SSL connection broken. So that means that they don't follow the specification of SSL properly. And some of them are vulnerable to man-in-the-middle attacks. We detected some other malicious connection over Tor, and we were able to deterministically split Tor traffic from HTTPS, because Tor works also on port 443 sometimes. And also another big achievement is the detection of infected IP before professional service did it. So here we have a snapshot from ThreatStop. As you can see, this German IP, I guess? Yeah, I think it's German. Has been detected the first time on the 6th of June. And in our case, we were able to detect it at the end of May, so when we captured the traffic. So that was a big achievement for us. And yeah, moreover, all the IP that had not been detected in the previous case, like the red one. So as conclusions, I would like, and I'm proud to say that we did the first base SSL malware detection system, intrusion detection based just on SSL. It's lightweight and privacy preserving, for the simple fact that we're looking just at the entry protocol and we don't look at the payload at all. We identified the rule to detect
Tor and split it, so log it somewhere else instead of HTTPS. And some malicious connections over Tor. We confirmed, as research already did before, some SSL application vulnerable to man-in-the-middle attack. Actually, it's quite simple, but the details, technical details, eventually somewhere else. And then we detected an infected IP before professional services, and detected for what we believe a botnet. And another important thing, in my opinion, is that we have proven that a preventive approach can work, because usually you build intrusion detection system upon a malware or some samples, and then you try wait to detect it. We didn't have any malware samples to do that, so we tried to be creative, and through some fantasy put some rules and build this system, and then we were able to find something real malicious. Thank you very much. Yeah, if you have any questions. Thank you very much. Then the candidates, we will continue in Dutch if you don't mind. Is that okay? Yeah. Okay. Ruud Verbeij, die ons gaat vertellen over Dutch e-voting opportunities. Ga je dat in het Nederlands doen, Ruud? Ik ga het in het Nederlands. Welkom iedereen, het is altijd even spannend, hè? Een Windows-presentatie op een Mac, maar ik denk dat het goed gaat komen. Mijn naam is Ruud Verbeij en ik heb aan Universiteit Twente gestudeerd. En ik heb daar mijn scriptie geschreven onder de bestuurende leiding van Walter Pieters. En ook bij KPMG, en die hebben mij ook ontzettend goed geholpen. En dat heb ik gedaan eigenlijk op dit onderwerp, Dutch e-voting opportunities. Dat is een best relevant topic, maar misschien even een stapje terug. Wat is het nu eigenlijk? Dit is wat veel mensen verwachten dat het is. Dit is het eigenlijk niet. Dit is de stemcomputer. Misschien weet u nog vroeger, voor het rode pot, wat heeft u hier ook mee gestemd? Dit is dus niet e-voting. Dit is e-voting. Dit is het vanuit huis kunnen stemmen, wordt ook wel pyjama voting genoemd. Het vanuit huis kunnen invullen van uw favoriete keuze voor uw politieke partij. En het voor binnen de verkiezingen, dus via internet, thuis uw keuze kunnen maken. Dat u het vraagt misschien af, is dat echt relevant? Ja, dat is heel relevant. Er zijn best wel veel landen in de wereld die dat al doen. Estland doet het al sinds 2006. Frankrijk, Zwitserland, doet het al een paar jaar. Nederland heeft zelfs daar een keer mee geëxperimenteerd. Er zijn meerdere andere pilots nog geweest. Onlangs is er helaas een pilot in Noorwegen gestopt. Maar dit wordt heel veel gedaan, dus dat is echt heel relevant. En waarom is het dan relevant? Nou, als we kijken naar Nederland, dan hebben we een aantal niet-ingezetenen. Dat zijn mensen die wel Nederlanderschap hebben, maar die helaas niet in Nederland woonachtig zijn. Ik wist nooit dat het zo'n grote groep was, maar dan hebben we het over 700.000 Nederlanders die dus potentieel wel kunnen stemmen. Maar eigenlijk 5% doet dat maar. En dat is omdat ze via post moeten stemmen. Het is een omslachtige methode. Je krijgt thuis een brief gestuurd in uw buitenlandadres. Je moet u weer zoveel dagen terugsturen. Nou ja, ontzettend veel gedoe. Daarnaast gaat dat heel vaak fout. Die brieven moeten binnen bepaalde tijd heen en weer zijn gestuurd. Dan moeten de juiste envelop moet in de juiste envelop met de juiste bescheiden erbij. Dus dat gaat heel vaak fout. Vandaar ook dat het Kamerlid Joost Taverne van de VVD er zich heel erg hard voor maakt om e-voting, zoals het ook in andere landen werkt, ook in Nederland te implementeren. Tegenover zich vindt hij er vaak even fotogenieke Rob Gongrijp. Voor velen wellicht bekend van de Wij Vertrouwen Stemcomputers.nl of andere van zijn briljante marketingcampagnes. En wat hij vaak zegt is van, nou ja, Joost Taverne zegt aan de ene kant, als we toch kunnen internetbankieren en we hebben DigiD, wat is dan het probleem? Zegt Rob Gongrijp, de wereld staat in brand, sinds Snowden weet iedereen dat. Ik wist het al heel lang, nu weet iedereen het. En de vraag is dus eigenlijk van, kan het ooit veilig worden? En het feit dat deze mensen nooit gezamenlijk tot een mening zullen komen, nooit eens zullen worden, ligt wat mij betreft aan het feit dat er niet een goede methode is om risicomanagement te doen voor e-voting systemen. Namelijk, er zijn eigenlijk twee methodieken. Kijk vanuit de literatuurkant, die kijken heel erg technisch. Maak ze een model, dat rekenen ze door. En uiteindelijk blijkt dan dat wel of niet een bepaald privacy concern wel of niet gehaald is. Maar die vergeten eigenlijk vrij realistische risico's, zoals wat gebeurt er als er een server uitvalt? Wat gebeurt er als die server gehackt wordt? Wat gebeurt er als er malware staat op iemands computer die mag stemmen? Dat soort risico's worden in de echte pure literatuur eigenlijk zelden tot nooit meegenomen. En als we kijken vanuit meer risicomanagement, ik kom dan zelf van KPMG, dat doen we dat heel graag. Er zijn heel veel clubs die dat doen en die kijken heel vaak met de risico's. U kent ze allemaal, laag, midden en hoog. Nou ja, wat zegt dat nu eigenlijk? En als er een risico, een midden risico is, ja, wat zegt dat nou eigenlijk? Dus we hebben vaak risico's, zeggen we vaak dat is kans wel impact.
dus die vermenigvuldigen met elkaar. Wat nou als ik de kans zeg, nou de kans is klein dat iets gebeurt. Ja, wat zegt dat voor e-voting? En dan moet maar net iemand geïnteresseerd zijn om echt zo'n e-voting systeem te hacken. Dus voor mij zegt dat gewoon eigenlijk niet zoveel. Die kwantificatiestap, die missen daar eigenlijk. En mij betreft kan dus ook het debat in Nederland nooit op objectieve argumenten gebaseerd worden, gezien we eigenlijk een goede risicomethode missen. Daar dacht ik, nou, ik voel me daartoe geroepen, dus ik heb me daar in dat midden gegooid. En ik heb een framework ontwikkeld en dat baseert zich op de volgende eigenschappen. Dat zijn time resources en financial resources van een attacker. Dus even gegeven dat iemand ons systeem zou willen aanvallen, wat heeft hij daar nou eigenlijk voor nodig? Wat zijn de middelen die attacker nodig heeft om tot die attack te komen? En, misschien nog wel bijna belangrijker, hoeveel slachtoffers maken daarmee? En dan kunnen we dan met z'n allen, als we dat weten, dan kunnen we daar echt beslissingen over maken. Dan kunnen we met z'n allen zeggen, nou, dit risico accepteren we, of dit risico accepteren we niet. Als we dan teruggaan naar die kans van impact, grof gezegd zou je dan kunnen zeggen, nou, de kansfactor, die laten we even achterwege, maar die zouden we kunnen zien in die time and financial resources. Hoe meer moeite het is voor een attacker om zo'n attack uit te voeren, hoe kleiner de kans is dat hij dat zal doen. En dat geldt voor die victims, dat zou je als impact kunnen zien. Dit heb ik gedaan, dit is heel veel en ik heb heel kort, sterker nog, ik heb nog 2 minuten. Dit zijn de stappen die ik ondernomen heb in mijn framework. Het vinden, kwantificeren, categoriseren, vergelijken en mitigeren van al die attacks. Dit is één voorbeeld dat ik daaruit pik. Ik kijk even naar de quantify stap, en dat is toch denk ik de meest interessante stap. Is het mij gelukt om een attack te vinden die met $37.000 één zetel in het Estse parlement tot gevolg heeft. Het kost 2 keer 8 dagen en nou, wij zijn allemaal best wel reasonably skilled attackers, wij zouden dit echt kunnen uitvoeren. Heb ik een case-example van gebruikt van een student die zo'n attack gemaakt heeft, maar niet uitgevoerd heeft. En ik heb gekeken naar, we zagen net al de underground werd genoemd. En op die underground zijn allerlei dingen te koop, allerlei slechte dingen te koop, botnets, computers zijn er te koop. Die neem ik mee in die risicoanalyse. En dit is eigenlijk maar voor 1 attack. Dus er zijn veel meer attacks op dat Estse-systeem, dit is er 1. Dat ziet er dan zo uit als je kijkt in mijn thesis, dus die raad ik aan allemaal om te lezen ook echt. Mijn conclusies zijn zo, mijn framework die heeft dus geprobeerd, of daarmee probeer ik realistische risico's te vinden, die te kwantificeren met iets waar we echt iets aan hebben. Dus we kunnen met z'n allen nu stellen dat we dit risico wel of niet accepteren, met zoveel slachtoffers. En op die manier kunnen we ook gaan kijken hoe we die risico's kunnen gaan mitigeren. Ik heb experts gevraagd uit de voting en uit de e-voting wereld wat ze van mijn model vonden. En die zijn erg enthousiast. Die zeiden het is useful en het is usable. En mijn betreft heeft dus alle potentie om het debat in Nederland, wat nu langzaamaan weer oplaait ook, echt te kunnen gaan ondersteunen. En dat was wat ik heel kort wilde vertellen over deze. Kwaliteit in de loop der jaren ook beter? Is de aansluiting bij de realiteit beter? Is dat wat je zou kunnen zeggen? Nou, ik doe het al sinds 2,5 jaar. Ja. Wat mij opvalt is dat het is geklommen van zeg maar, een HBO-werkstuk, een gemiddeld HBO-werkstuk, naar echte PhD-stukken. Dus naar echte stukken die, ja, laten we zeggen, waar solide wetenschappelijk onderzoek onder zit. Maar geprobeerd is een heel prachtig voorbeeld van. Dat is echt dus heel solide, heel goed gebaseerd. Voordat je vertelt wie er gewonnen heeft. Nee, dat is. Dus wat je ziet is dat het. Daar hebben dus de instituten al de weg naar de prijs gevonden. Al vinden we dat ze nog. Dat ze maar. Maar aan de andere kant, ze moeten ook selectief blijven. Je moet ook wel. En dat verwachten we ook van die kennisinstituten. Dat ze wel hun beste mensen. Hun beste stuk laten instuderen. Dat zie je wel. Dat wordt echt. We krijgen een prachtig materiaal. Oké, okay, ja. Hartstikke goed om te horen. Dus het geeft hoop voor de toekomst. Dat blijven we nog even doen. Ja, ik ben er echt gepassioneerd over. Okay. Nou, dan mag je nu gaan vertellen uit het Chili-rapport volgens mij. Dat is de afspraak die jij even doet. En aansluitend de prijsuitreiking die Astrid ook voor een week gaat nemen. Ja? Ja, dank je. Ik heb een microfoon, dus ik kan dat. Ja, ik ga maar even in de volgorde zoals ook de inleidingen zijn geweest en zeggen wat wij ervan vonden als hoofdstukje opgeschreven in het rapport. Van Stef Schinago en Tiet Schoon vonden we, het is een zeer krachtig, laat ik het even zakelijk bestuurlijk werkstuk geworden.
iedere moderne werkorganisatie, overheid of niet, worstelt met de vraag hoe de eigen infrastructuur en daarmee vitale belangen voor burgers en klanten beschermd moeten worden. De afkorting SOC voor Security Operations Center is een nieuw buzzword om activiteiten aan te duiden die elke organisatie uitvoert bij de beheersing van bekende en onbekende IT-gebonden risico's. Nou, we weten hoe, er zitten een heleboel mensen in de zaal die al heel lang meelopen in de informatiebeveiliging, hoe we iedere 2-3 jaar weer een nieuw paradigma hebben, een nieuw buzzword. Nou, dit is dan, SOC is dan zo'n buzzword wat er nu, waar we allemaal nu mee aan de slag zijn. De drukte vanuit de werkorganisaties enerzijds, de krapte van de budgetten voor IT, beveiliging anderzijds, maakt het dat de overheid als sponsor wilde weten wat de standaarden zouden zijn waaraan zo'n SOC behoort te voldoen. Gegroeide afhankelijkheden gecombineerd met ernstige incidenten, die notar voorop, maar denk ook aan het platleggen van Ideaal en DigiD, vormden de voedingsbomen voor de studie van Jinnah en School. In hun werkstuk beschrijven ze hoe een SOC eruit werd te zien, aan welke eisen de mensing en instrumentatie moet worden voldaan, maar vooral ook dat er geen panacee tekstboek SOC denkbaar is. Elke organisatie zal op eigen wijze het SOC-concept inhoud moeten geven en daarbij keuzes moeten maken. Hun onderzoek leverde nieuwe inzichten op, die vooral liggen op het draagvlak tussen IT, levering en afname. Middels dit type beoordeling krijgt de betrokken organisatie een spiegel voorgehouden die, zoals de spiegel uit het sprookje, een realistisch beeld geeft van de eigen status. Vooral gericht op de vraag hoe effectief is dit allemaal en krijg ik waar voor mijn geld. Dit was het juryrapport. We hebben daarna Ricardo aan het woord gehad. Ricardo, al doe maar best doen we het Engels. On the fly, so it's not a translation by the translator, etc. Just for you, that I hope the rest of the audience is with me, but I'm trying. Any internet user will be acquainted with the little piece of green lock in the top of his browser. If you do, if you want to do banking over the internet, if you want to do anything important or sensitive over the internet, that little green lock in the browser is there. What Ricardo has done, and I think that's the real creative part in what he has done, is asking himself the question whether that's de facto universal standard for the protection of messaging over the internet, of browsing over the internet, is useful to detect attacks on websites. And that was an interesting requirement, that it was not a deep packet inspection, that's how I understand it. Don't go in depth into the protocol and into what is really the content of what is being done under the SSL protocol, but you look at it from the outside and you try to recognize outside the traffic what is malicious and what is not malicious. That's what you have done. Now, we think, as a jury, that you did a very good job and a very insightful job as well. Also, you put it in an experimental footing, which is not just book textbook stuff, but it's also done in practice, which we think is really new value to the table, and we applaud that. In zijn conclusie noemt Verbeij het voorbeeld van een aanval op de integriteit van het kiesysteem van een klein EU-land. Want jij bent meer specifieker, wij moeten ook niet denken aan van Antwerpen. We willen niemand op de tenen gaan staan. Grenzend aan een groot assertief land. Nou, dan wordt het duidelijk waar we het over hebben. Bronland van heel veel cyberkruimactiviteiten. Met bestaande, illegaal, maar gewoon verkrijgbare methoden. Voor nog geen 8000, wat heb je? Dat zijn we niet genoemd, maar voor nog geen 8000 euro kan het compromitteren van het betreffende e-voting systeem op de verkiezingsdag een feit zijn. En dat is nog veel goedkoper dan het verkopen van een zetel. Iets meer,
meer, onsje minder. Voor 40.000 kun je een parlementszetel in het land verwerven. Uit het voorgaande heeft Verbeijden een raamwerk opgebouwd en gevalideerd in gesprekken met experts dat kan dienen ter ondersteuning van de besluitvorming over e-voting op welk model dan ook. Ja. Het zal duidelijk zijn, zoals we hier in de zaal zitten, die stemmen allemaal. Onze burgerplicht is ons heilig. En dit is natuurlijk wat dat betreft een uitermate relevant onderwerp om het op deze wijze een goede analyse en een goed verhaal te maken. Vandaar jullie drie deze conclusie. In het verleden was, omdat het Joop Bouts aanwaard was, was het de weduwe van beide Joop Bouts die het heeft, maar ik ben ontzettend vereerd om iemand die dus echt aan de knoppen zit en wat betreft ook wat er gebeurt landelijk qua beleidsvorming op het gebied van informatiebeveiliging om die te kunnen vragen om de prijs uit te reiken en de winnaar. Wie denk je dat de winnaar is? Ik heb je gezegd, je mag het niet weten, want nee, informatiebeveiliging is dus ook een kunnen geheim houden van. Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat jullie, dat klinkt natuurlijk weer heel erg kinderachtig, maar voor mij zijn het allemaal winnaars. You're all winners. In my opinion, zo. Okay. Omdat ik word ontzettend enthousiast hiervan. En ook hoe er dus inderdaad van, vanaf mensen die aan het begin staan van hun carrière in de informatiebeveiliging al zover aan het doordenken zijn. Dat kan alleen maar beter worden. Dus ook voor ons in de Tweede Kamer vind ik bijvoorbeeld het verhaal van het e-voting. Want ik zei al, je bent mijn foto vergeten, want ik sta zeg maar tussen Rob Gronkrijk en Joost Taverne in, omdat ik heel erg een techneut ben, maar ook heel erg een democratische waarde hoog heb zitten. En daar dus steeds gewetensvragen over stel. Daarom zei ik ook stemgeheim en hoe ga je daarmee om. Dus. Maar ik word gewoon ook sowieso een botnet. Dat is gewoon een bedreiging voor ons op dit moment. Ja. Ik kan voor mij is geen winnaar en ook wel, want alle drie. Dus ik ga me daar ook helemaal niet aan wagen. Ik ga gewoon deze moeilijke taak, gaat de jury voor mij gewoon vertellen. Goed, dat ga ik nu. Politiek correct, dat niet. Dit is helemaal niet wel correct. Want ik ga je volgende vragen. Dit is de pers. En iemand moet hem gaan overmaken. Ja. Ik ga vragen aan jou om deze prijs uit te reiken. Ah. Nou, laat ik het even. Ja, dat is wel eens muziek, maar is er. Ruud Verbeijen. Je mag het even uitpakken voor de foto, uiteraard. Ik kan niet anders zeggen dat ik echt onwijs trots ben. Ik heb een master security gedaan en heb altijd wel echt oprecht uitgekeken. Ook zou ik even helpen, want je gaat al heel veel dingen gelijk. Altijd echt uitgekeken naar deze prijs. Dus oprecht gewoon echt een supermooie erkenning voor in de security wereld. En ja, dat is echt fantastisch om daar deugd van te zijn. En zeker tussen zulke echt supergoede scriptjes. Dus dat is echt, daar ben ik echt heel erg trots op. Enorm bedankt.